Het is half augustus en het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Dat is voor Augusta Sportief reden geweest om bij Audacia op visite te gaan. En met twee leden van Audacia het nieuwe seizoen is onder de loep te nemen. Joep Visser en Frans de Kaat, ja. Twee leden van Audacia. Joep, ik begin even met jou en ik ga een stukje terug in het verleden. Ja. Jij bent geen Mugestenaar. Nee, ik kom uit Zuid-Holland, uit Ter Aar. En ik ben een jaar 15 geleden in Mugestel neergestreken. En bij Audacia gevoetbald? Ja, gelijk toen ik hier in Mugestel kwam ben ik bij Audacia gevoetballen. Een paar jaar in de selectie, ik weet niet meer precies hoeveel. En daarna zijn we met een groepje derde begonnen. En daar zijn we nog steeds. Frans, jij bent lid van Audacia, al heel lang denk ik. Maar vertel het, jouw carrière als voetballer? Als voetballer, ja, eigenlijk tot de jeugd, tot mijn 15 jaar hier gespeeld en toen naar Longa gegaan. Waar ik de hoogste B en A niveau heb gespeeld. En toen heb ik al heel snel op 17 jaar leeftijd debuut gemaakt bij Longa 1. Dan een aantal jaar gevoetbald, toen teruggekomen naar Audacia om vervolgens nog twee jaar terug te gaan naar Longa. Toen weer terug naar Audacia om hier te blijven. Tot mijn 33ste, dus ik heb ongeveer van mijn 17 tot mijn 33ste in het eerste elftal gespeeld. Maar ik ken jou inderdaad alleen maar van het eerste elftal, als spits. Ja. En niet onverdienstelijk. Ja. Hoeveel er nou ingelegd, Frans? Het zijn er veel, ik weet niet precies hoeveel, maar het zijn er veel. Waar heel veel, hè? Ja, zeker. Er is een moment geweest dat men bij de Audacia dacht dat naast jouw voetbalcapaciteiten je ook nog andere capaciteiten had. Ja. En vervolgens ben je bestuur ingerold. Ja, dat klopt. Ja. Op enig moment is Louis van der Meijdenberg gestopt als voorzitter hier bij Audacia. En zochten ze een nieuwe voorzitter. En tot mijn eigen verrassing kwamen ze ineens bij mij aan. En ik begreep dat ze zochten naar iemand die wat affiniteit had met de jeugd, met jeugdvoetbal. En die zelf ook nog voetbalde. Ja, ik heb twee kinderen die op zaterdag hier voetbal. Dus dat was een van de redenen om mij te benaderen. En meteen voorzitter geworden? Ja, de vacature voorzitter was vrij. Dus ja. Daar waren ze specifiek naar op zoek. Dat klopt, ja. Frans, jij bent met je 33 gestopt, zei je net, ja. Als voetballer. Toen ben je het trainersvak ingerold. Hoe is dat gegaan? Nou, ik zag al een tijdje aankomen dat het een van mijn laatste jaren werd. Dus ik heb me eigenlijk opgegeven voor trainingscursus van KNVB. En heeft me twee jaar gekost, totdat ik nu deze twee heb. En toen ben ik ook meteen gevraagd door de docent om mee te gaan naar WSC in Waalwijk. Daar heb ik twee jaar gezeten. En, als hoofdtrainer? Als assistent 1 en trainer 2. Okay. Met de tweede daar ben ik gepromoveerd kampioen geworden en de beker gewonnen. En vervolgens heb ik twee jaar Hilvaria getraind, twee jaar Essen Boys, twee jaar Bavel, twee jaar Viola. En nu voor het eerst bij Audacia als hoofdtrainer. Ja, want Dijkstra is er 4 jaar geweest. Dat klopt. Zijn voorganger ook 4 jaar, dat is betrekkelijk lang voor een trainer. Ja. En nou komen jullie bij Frans de Kaat uit. Waarom? Nou ja, Frans is een jongen uit het dorp en Frans kent de club goed. En Frans heeft net aangegeven bij welke clubs hij getraind heeft. En dat zijn allemaal clubs die vergelijkbaar zijn met clubs als die van ons. Nou, daar heeft hij gewoon goed gedaan. Dus wat ons betreft was dat een heel makkelijk optelsom. Toen we op zoek waren naar een nieuwe trainer hebben we Frans benaderd. En zijn we gesprekken gegaan. En jullie waren er snel uit? Frans? Ja, nou, het was niet zo snel. Het heeft al een uurtje of drie geduurd. Maar op het laatst kon we een handje schudden en het was geregeld. Maar een uurtje of drie, dus het is voor mij betrekkelijk snel, moet ik zeggen. Er waren niet veel puntjes om rekening te houden, maar ik moest wel even aanstippen. Ja. Een voordeel, is dat een nadeel dat je hier als speler geweest bent? Dat zal nog moeten blijken natuurlijk, maar de meeste spelers die er nu zijn, die kennen me natuurlijk van naam. En niet als speler of als trainer. Dat is te lang geleden? Nou ja, dat is 10 jaar geleden, dus toen ik nog voetbalde. En aangezien dat de meeste in dit elftal onder 23 zijn. Ja. Dus daar waren ze 13 jaar, daar hadden ze wel heel snel op moeten letten, dus daar hadden ze niet. Maar een goede spits valt wel op, hè? Jawel, maar. Maar goed, ik ken ze natuurlijk al veel jongens van gezicht, maar niet qua voetbal. Nee, nee. Maar we zijn nu meer dan 2 weken bezig en het gaat goed en iedereen is tevreden. Dus, zijn er nog nieuwe spelers bijgekomen dit jaar? Nou, niet van buitenaf, maar zijn we 5 spelers weer begonnen. Die gestopt zijn, of door blessures gestopt zijn, of door werk, of door vakanties. En er zijn 2 A-jeugdtalentjes zijn doorgeschoven naar de selectie en die gaan we proberen om in het eerste te komen. Ja. Heb jij nou de verantwoordelijkheid over alleen het eerste en tweede elftal of ook over de jeugd? Nee, ik heb geen zeggenschap over de jeugd, alleen over de selectie. Maar het is wel zo afgesproken dat ik daar wel een adviesorgaan in ben. Van als ze iets moeten weten of qua training of qua andere dingen,
dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Wat Frans net zelf ook al aangeeft, we hebben in de gesprekken met Frans eigenlijk de verwachtingen naar elkaar uitgesproken van waar willen we nou naartoe als club. En inderdaad op termijn een stabiele vierde klasser. En met dat betreft sluit ik me volledig bij de woorden van Frans aan. Goed, Joep, nou even een vraag over Audacia zelf. 65 jaar dit jaar. Ja, dat klopt, ja. Hoe gaan we dat vieren? Het vriendenweekend staat voor de deur. Dat begint 23 augustus, dus vrijdag. Dat is precies ook onze verjaardag. Dan worden we 65. Kijk. Op die dag zelf zullen we er heel even kort bij stilstaan tijdens de opening dus van het vriendenweekend. En voor de rest zullen we er in de loop van het seizoen nog wel een paar keer op terugkomen. Maar in welke vorm en wanneer precies, ja, daar zijn op dit moment nog wat gedachten over die nog verder moeten worden uitgewikkeld. Maar daar komen we op terug in ieder geval. Goed. Ja. Frans, wanneer gaat de bal echt rollen? Op vriendenweekend zondag 25 augustus beginnen we met de bekerwedstrijd. Bekerwedstrijd. Tegen? Tegen DOS Leende. Ja. En in 8 september spelen we de eerste competitiewedstrijd uit naar SOS in Biesthoutakker. Oké, en dan de week daarop is de eerste wedstrijd thuis? Ja. Is 15 september dan? 15 september, ja. Tegen wie? Als ik me goed heb laten informeren, WSJ. WSJ. Uit Tilburg. Nou, wij hopen voor jullie beiden een goed seizoen voor Audacia. Een goed jaar voor de vereniging zelf natuurlijk. En laat het ook dat maar zeggen, veel publiek. Ja, dankjewel. Ja. Toch? Dat zou wel leuk zijn. Oké, goed. Allebei succes heren. Oké, bedankt. Dankjewel.